Ja, als de Finnen binnenkort een aanvraag doen om bij de NAVO te komen, zou het zomaar kunnen dat ze daarmee de toorn van grote buur Rusland over zich afroepen. Toch baart dat de Finnen niet veel zorgen. Ze zijn tot in de puntjes voorbereid op een eventuele aanval. Selvä. Rata vapaa. Ladataan. Ammutaan. Mocht de oorlog uitbreken, dan kan Finland een indrukwekkende 900.000 reservisten mobiliseren. Die reservisten moeten regelmatig trainen bij clubs als deze om hun vaardigheden te onderhouden. I am the chairman of this club and pretty much handle everything. We train only shooting. And that is the basic skill of every trooper in the army. So if you are a good shooter, probably good soldier. Sinds de oorlog in Oekraïne losbarstte, loopt het storm bij de reservistenclub. We weren't as big at the beginning of this year. I didn't check today, but I did check it last week when they asked it, and then we have very close to 1,400 at this moment. And why do you think there are so many new members? Well, the first reason was the Ukrainian war, and the second was probably that they think that it's time to brush the rust from the skills what they have used to have, because you have to done your army duties before you are reserve. De hoge bereidheid van de Finnen om het land te dienen heeft een historische oorzaak. De oorlog in Oekraïne brengt bij veel Finnen de verhalen en herinnering terug over de oorlog die ze zelf ruim 80 jaar geleden uitvochten met de Sovjet-Unie. Tijdens de winteroorlog wisten de Finnen het veel grotere Sovjetleger grotendeels buiten de deur te houden. Die herinneringen zorgen voor een gevoel van onrust bij de inwoners van het plaatsje Hamina, vlakbij de Russische grens. Of course we remember it, that we are our parents and especially grandparents. My grandpa died in a world war to a Russian mine, you know. We have a reason to scare, because it's not changed anything. We live here near to the Russia. Russia is untrustful. They say something, they say yes, but they do no. Almost always we have to have very much gasoline in our car so that we can drive to West if needed. Niet veel verder, bij de grootste grenspost tussen Rusland en Finland, heerst de rust. Russia is approximately 800 meters that way, just behind the closest trees. Well, in a one way the border situation is still calm as it has used to be quite a long time. But of course the Finnish border guard is monitoring the situation in here in the border, and always we are prepared if something will happen. And also we are monitoring the situation also in the Ukraine with the other authorities of Finland. Hytunen en zijn collega's bewaken niet alleen de grenspost, ze zijn ook verantwoordelijk voor de kilometerslange grens daarbuiten. Dit soort borden markeren de grens tussen Rusland en Finland. En die grens is 1340 kilometer lang. Het bestaat vooral uit bossen. En de enige manier waarop je kan zien dat de grens daar is, is dat alle bomen daar gekapt zijn. De vraag is, hoe beveilig je een 1340 kilometer lange grens? The dog patrol is the most important part of our work. Also the technical equipment. Hopefully we will get some kind of notice that there's somebody moving around, most likely at the border zone. Are you prepared for an escalation? National defense is part of the work that Finnish border guard is responsible for, so we have to be prepared. Dat de Finnen goed voorbereid zijn op een crisis zie je misschien niet direct, maar deze mensen lopen op een schuilkelder. Over de stad Helsinki verspreid vind je 5400 schuilkelders met genoeg plek voor 900.000 mensen, terwijl de stad maar 650.000 inwoners heeft. In het dagelijks leven worden de schuilkelders vaak voor andere doeleinden gebruikt, zoals een sportschool. Hello sir, you just come out of a bomb shelter. Do you ever think about working out in a bomb shelter?
Well, I think it's been actually quite a common thing since, like, I've been going to different bomb shelter gyms since I was younger, so I think it's kind of regular use for them. Of een sportveld. At the moment we are in Helsinki and Merihaka Bedrock Shelter. And normal use it's for the sport hall. De stad Helsinki runt een aantal gigantische schuilkelders waar duizenden mensen opgevangen kunnen worden. This shelter holds 6,000 people. What kind of attacks can it withstand? Could it withstand a nuclear bomb? Yes, shelter will stand a nuclear bomb also. Nothing is built on the ground. Everything is stackable and movable. How long to take all of this out? Less than 72 hours. It is critical that we keep some elements of the normal world inside the shelter. It helps keeping the eye on. We can survive and we will survive in the case of whatever we are sheltering from. So there could be playing children here while there's bomb falling over. Yeah, you can think that, yeah. It might be. The shelter managers and the people who are handling the shelter, they are volunteered. The need of training and the need of information, it has exploded. So in the first 2 weeks, there was a lot of thousands of questions from the citizens. How can I prepare better? People are, they want more training to civil protection and preparedness. This is the type of the shelter's beds. And come any mattresses on there, or this is it? This is it, yeah. Spartan. When sheltering, we keep the eye on the ball, and the ball is to keep you alive. It's not supposed to be fun. I'm quite sure that there's an Excel row for each one of us where they want us to go when they need us. Are you afraid something might happen? Well, at least I'm prepared. As our president said, that Finns are not scared, but they are fully aware. I keep my gun soiled. Bij ons in studio Peter Weininga, defensiespecialist. Welkom. Bijna surrealistisch om te zien hoe klaar die Finnen zijn voor een eventuele strijd met de Russen. Hoe serieus is die dreiging van Rusland voor die Finnen? Voor de Finnen is het heel serieus. Het is eigenlijk hun erfvijand. Ze zijn een eeuw lang bezet geweest door Rusland. Het is gewoon geannexeerd geweest. Daar zijn ze in de revolutie van 1917, die in Rusland plaatsvond, hebben ze zich losgemaakt. Mm-hmm. Maar sinds die tijd is het voortdurend hommelus geweest tussen de Russen en de Finnen. Dus voor de Finnen is er eigenlijk maar één vijand, en dat zijn de Russen. Ja. En dat zie je uit deze reportage ook heel duidelijk. Ja, nu overwegen ze dus bij de NAVO te gaan. Hoe goed is dat idee? Het is voor de NAVO heel goed, laat ik het zo maar zeggen. Want er komen er een paar capabele landen bij. We hebben het niet alleen over Finland, maar ook over Zweden. Ja. Zijn beide al EU-lid. Elektronische industrie in Finland is erg sterk. De mechanische industrie in Zweden is erg sterk. Dus dat zou erg goed zijn. De noordflank van de NAVO is dan ook steviger. Ja. Europese stem binnen de NAVO is dan ook steviger. We zien ook inderdaad groot veel reservisten. Ze zouden een groot leger kunnen neerzetten. Ja, absoluut. Ja, de vraag is hoe Rusland daar natuurlijk naar kijkt. Dat is even op dit moment een groot vraagteken. Ja, nou er zijn natuurlijk wel, we zien in de reportage vooral stoere Finnen die zeggen, nou, we zijn er klaar voor. Maar er zijn natuurlijk ook Finnen die de Poetin niet willen provoceren door naar de NAVO te gaan. Nee, die vind je natuurlijk niet alleen in Finland, ook in dit land. Die vind je in heel Europa. Ik bedoel, er zit een risico aan vast. Je weet alleen niet precies waar Poetin die rode lijn trekt. Hij wordt op dit moment getroffen door allerlei sancties. Zware sancties, zwaarder dan ooit in de geschiedenis. Er ligt nog een pakket klaar waar Europa binnenkort over gaat beslissen. Er worden zware wapens naar Oekraïne gestuurd, waardoor het Russische leger daar echt nauwelijks vorderingen maakt. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal aspecten die bijdragen aan uiteindelijk het terugdringen van Rusland. En hier zie je zo'nzelfde aspect komen eigenlijk vanuit de Finse bevolking en ook vanuit de Zweedse bevolking, die een nog grotere draai hebben gemaakt eigenlijk. Ja. Dat was eigenlijk niet zijn bedoeling, hè, van Poetin. Die wilde natuurlijk juist dat afschrikken. Je moet dus eigenlijk, de boodschap zou eigenlijk moeten zijn, zie nou hoe contraproductief dat beleid van je is. Ja.
Je wil die NAVO weer terugdringen, maar die NAVO, zeg maar, wordt door de wens van de bevolking in die twee landen juist alleen maar groter. Ja, dus daarom zou het alleen al een goed idee zijn om wel misschien bij de NAVO te gaan. Ja. Maar zou Poetin überhaupt in staat kunnen zijn om ook nog eens Finland aan te vallen, terwijl ze in Oekraïne al zoveel problemen hebben? Nee, absoluut niet, denk ik. Nee. Ik denk dat ze de problemen in Oekraïne zo groot zijn dat daar de bulk van de Russische aandacht ook militair naartoe gaat. Stel, het komt tot een mobilisatie omdat Rusland de oorlog verklaart. Daar zijn ook geluiden voor. Ja, dat zou dan misschien op 9 mei gebeuren. Ja, dat is de dag van de overwinning. Dat gaat dan allemaal naar Oekraïne toe. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ze zich absoluut niet kunnen veroorloven met Finland in een militair conflict te geraken. Kunnen we nog verwachten dat andere landen eventueel azen op een lidmaatschap van de NAVO na al dit gebeuren? We weten van Georgië dat die wens er is. We weten natuurlijk ook van Oekraïne dat die wens er is. Nou, dat lijkt minder waarschijnlijk, in ieder geval op korte termijn. Maar ik denk dat Georgië de hoop nog niet heeft opgegeven. Goed, we gaan het allemaal afwachten. Dank u wel.